Goodbye, New World! Ja, zeg maar dag tegen de nieuwe wereld. Dames en heren, dit is een game die ik ga spelen. Ik weet niet wat ik moet verwachten, ik weet niet wat dat inhoudt. Maar het lijkt natuurlijk een beetje op Minecraft. Press Q to play. This is a tale of sacrifice. Oké, dit is het spel. Ik zit ergens in de... Is dit hemel? Het is een poort. Is het kwarts? Zijn het kwartsblokken? Ik weet het niet. We lopen naar binnen. En ik zie een deur. Het is een button. Oh! Oh! Oh jee. Oh, het is Herobrine. Minecraft horror. Ah, ik voel me niet zo goed. Ik moet even gaan drinken, zegt hij. Wat is dit? Oh, het is een torch. Hallo meneer de torch. En dit is het bed waar ik vandaan kwam. En is dit drinken? Oh ja, dat is een potion. Oh! Holy crap! Ik ga niet naar buiten. Het is niet veilig. Kunnen we... Wat? Kunnen we niet die deur door? Wacht. Oh, je moet echt tegenaan... Wow, dit is gaaf. Ik ga het pad aflopen. Dit is wel heel spacend. Moet je kijken. Dit is gaaf gedaan. Wauw. Ik loop het cobblestone padje af. Goodbye, New World. We kunnen daar naar binnen, naar deze soort van... God, wat ligt hier allemaal? Stukje steen? De deur is ergens anders geopend. Hier moet ik niet naartoe. Dit is wel een prachtige boom. Als zo de bomen worden in Minecraft... Nou jongens, dan is het gewoon geen Minecraft meer. Het kan toch geen... Dat kan toch niet? Maar het zou er wel veel mooier uitzien. Ken je die leuke grasspreetjes hier? Wat grappig. Of het zijn bloemetjes die zeg maar zijn afgekapt of zo. Weet je wel? Jij mag niet bloeien! Oh, kijk dat water! Hé, hey, er is een noot. Daar is een deur. En staat die open? Ja. Daar kunnen we in. Wat vinden we daar? Oh, dit is een lever? Ja, dit is een lever. En weer een torch. Hallo meneer de torch. Ik heb een lever omver gehaald. Of omver naar beneden getrokken. En nu zou er dus misschien wel ergens een opening zijn. Nou weet ik niet waar. Maar ik denk bij die deur die eerst gesloten was. En dat is daar. Wat? Oh, kijk nou. Hier kan ik niet omheen. Ik moet serieus via de brug. Dat is jammer. Nou, dat is ook wel eens even leuk. Huppakee. Maar wel een beetje omlopen. Waarom kom ik niet op de brug? Ik durf te wedden dat daar die deur open is. Volgens mij zie ik daar een openingetje. Ja, kijk. We komen verder, jongens. We maken progress. En hier zitten we in een cave. Gaan we een cave in? Ja, we gaan in de mijn. Oeh. Dit is creepy. En een deur. Oh! En we zijn ineens binnen in die mijn. Ik vind het al gelijk. De setting is gewoon niet fijn zo op deze manier. Wat vinden we hier? Een emmertje, een pickaxe. Kunnen we die pickaxe? Nee, die kunnen we niet pakken. We kunnen een nood... Hé, wat was dat? Een blokje. Zag je dat? Er kwam een blokje daarheen. One night, Notch en Edward had a bit of a disagreement over what to add in the next update. His argument lasted a few months, so Notch was left with no choice. Oh jee. Ik vind het niet leuk. Dit is niet leuk Minecraft. Oh! Wat was dat? Was dat een zilvervisje of zo? Oh, ik zie wel gravel. Oh, jongens, dit is niet fijn. Dit is echt niet leuk. Ik wil op deze manier geen Minecraft ervaren. Ik zie Minecraft altijd als een vrolijk leuk spelletje, maar... Oh, kunnen we met een minecart? Dat lijkt me gaaf. Oh, daar is van de rails. Jammer. Sommige mensen zijn van de kaart, maar deze is van de rails. Hallo, minecart. Je had werk moeten doen en niet van de baan af moeten glippen. Oh, sorry, ik zag het niet. De baan was kapot. Oké, dan heb ik niks gezegd. Ik heb ook geen zaklampje of zo. Het is, oh, damn, het is hier donker. Gelukkig dat er wat licht schijnt hier zo. En hier kunnen we naar beneden vallen. Oh, het is water. Ik wil daar niet in gaan. Ik ga maar even teruglopen. En we zoeken er maar even op in het licht. Kijk eens, de torches. Kan ik die niet meenemen? Waarom kan ik jou niet meenemen, torch? Dit is zo jammer. Ik heb ook helemaal niks. Ik heb geen wapen. Ik kan me nergens tegen verdedigen. Nou, daar staan nog blokken. Daar kan ik niet doorheen. Koolblokken lijken het net. Wat is dit? Een soort van... Oh, leuk. Zo'n karretje. Zo noem je zo'n ding? Kruiwagentje. Jeetje. Ja, die dingen gebruik je nooit. Dus je weet de namen. De opruim... Wat? Wat is dit? Oh, donker. Ik dacht dat ik iets zag staan. Soms denk je ook van... Staat er iets? Hé, hey, een luik. Hallo, kan dat luik niet naar beneden? Even kijken hoor. Zo, zit op de maan of zo. Moet je kijken als ik spring. Maar kijk, ik blijf gewoon 30 tellen in de lucht. En nog zo'n kruiwagentje. Wat zielig. Ben je broer verloren? Ik heb je broer zien liggen. Maar ik kan je niet slepen. Je moet uit jezelf, moet je broer gaan zoeken. Nou, je kan achter me aankomen. Ik weet waar je broer ligt.
Maar dat loopt dood. Dus ik denk waar we eerst naar beneden konden, bij dat water, dat we daar naartoe moeten. En zo niet, dan toch. En we kunnen ook niet meer terug nu, hè? Oh. Oké. Okay. Een gat in de muur. Dit is heel apart. Kunnen we daar doorheen? Ja, we gaan doorheen. Via de zijkant gaan we er doorheen. En ik weet niet wat ik moet verwachten. We zitten ineens... Oh. Oh, wat gaaf. Kijk nou. Dit is leuk gedaan. We gaan klimmen en klauteren. Oh! En het geluid ontbreekt in één keer. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ja. Nou, we zijn uit de grot. En wat... Oh, dat was water. Ik dacht dat ik wat zag... dat ik wat zag bewegen. Oh, meneer de Oakwood. Ben jij zo erg gestraft door de menigte hier? Als jij gestraft bent, dan word ik ook onthoofd. Dit is een teken. En deze boom ook, die is omgevallen, want die zag het niet meer zitten. Die was zo geschrokken van die onthoofding van die boom. Dit is ongelooflijk. Maar het ziet er wel vrolijk uit. En wat is dit? Dit ziet er ook vrolijk uit. Dit prachtige kruis. Hè? Want of het nou een soort van een mannetje moet voorstellen, of dat het nou een grafsteen is. Laten we hopen dat het een mannetje is, gewoon voor de lol. Gewoon een standbeeldje. Hè? Een grafkist is zo liguber weer. We komen aan bij een nieuwe grot. We gaan weer naar binnen. Hebben we het net gehad, dacht ik, buiten te zijn. Gaan we het weer doen. Een tempel of iets. Kunnen we hier naar boven? Ja. En kunnen we hier iets vinden hierachter? Misschien zit hier een levertje of zo. En helemaal niks. Dus waren we helemaal voor niks naar boven gekomen. Dan gaan we hier naar beneden. Natuurlijk gaan we weer dieper de grond in. We kunnen daar naartoe of niet. Oh, skeletten. Waar is je hoofd? Iedereen wordt onthoofd hier. Dit skeletje ook. De boomstronk wordt onthoofd. Alles wordt onthoofd hier. Ik zie hier wel een lever. Dat is de enige lever die we kunnen overhalen, denk ik. Levertje aan de wand. Ga je naar beneden? Kom op. Ik wil dat jij naar beneden gaat. Huppakee. En wat gaat er gebeuren? Is die deur open daar? Die deur is open. Oké. Oh. Waren het vleermuizen of waren het zwevende blokjes cobblestone? Weet jij het? Oh, je kan toch niet praten. Je hebt geen hoofd meer. Een minecart. Gaan we met de minecart? Ja! Ik had hier wel heel erg op gehoopt. Daar gaan we. Een achtbaanritje in Minecraft. Oh, zo. Dat was raar. Daar gaan we. Tik, 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 tik. Oh, dit is vet. Gaan we een achtbaanritje meemaken? Of gaan we daar een keiharde scare jump krijgen? Dit is wel... Oh-oh. Oh-oh. Is het een TNT? Zit er een TNT in dat... Niks in? Hop! Holy crap, wat was dat? Was dat een Enderman of zo? Het is gewoon niet duidelijk. F to equip torch. Oh shit. Oké, nu krijgen we dit. Dit is nog enger dan eerst. En laten we niet... Laten we niet bang zijn. Laten we een liedje zingen, ja? Zullen we anders de broodkrameltjes volgen, maar dan zijn het steentjes. Kom, we laten gaan de steentjes volgen en die brengen ons naar het goede pad. Maar dan wil ik wel even kijken, wat zit hier? Want er zijn ook wel steentjes die hier naartoe gaan... Waarom deed hij dat? Waarom deed hij dat? Oh, ik zie hier wat. Een gat. Is het een... Wat is het? Een gat. Oké. Kan ik hier mijn oor tegenaan houden? Wat hoor ik? Nou, niks. Ik had gehoopt dat ik wat hoorde. Wat is dit? Moet ik dit indrukken? Nee. Oh, het is een kapstokje. Een Minecraft kapstok. Daar kan je jas op hangen. Maar ik heb geen jas aan, denk ik. Ik weet het niet. Het zal wel koud zijn in die grotten. En hier krijgen we een stuk... Oh, daar staat iets. Zie je het? Nee, ik zie het ook niet. Maar het leek erop. En wat is dit? Een... Is dit een sigarettenbak? Asbak? Nee, je kan geen asbak zetten in Minecraft. Dat mag niet. Wat is dit? Hou je mond! Sst! Hou je mond! Goed zo. Stom ding. Shit. Oké, mensen, kijk het verder op je eigen bestwil. Op je eigen, het is jouw hart. En ik ben niet verantwoordelijk als je een hartaanval krijgt. Oké? Ja, je hebt het hiermee te doen. Dit is Minecraft, mensen. Dit is Minecraft. Gewoon positief denken. Dit is mooi trouwens, dat je dat schuine hebt. Maar we gaan niet kijken naar details. We moeten dit uitspelen. Oh, een pickaxe! Daar gaan we. En slaan! Wat? Hij slaat er niet eens hard tegen. Het is echt wel... Pits! Kijk dan. Oh, nou ja. Het kan niet anders. En is dit die end? Moet het die end voorstellen? We gaan, denk ik... Oh. Wat? De Space End? Wat? Hè? Dit is gaaf gedaan. Oké, dit is cool.
Oh shit, we komen in het nieuwe stukje level. We kunnen ook met onmogelijkheid opslaan. Wat is dit? Is dit een lava torch lamp of zo? Wat gaaf. Oké, cool. Leuk gedaan. Wat hebben we hier? We krijgen een put. Ik zit een beetje in de put. En we hebben 3 kamers. Alleen 2 zijn afgesloten. We zien daar nog een torch. Hallo meneer de torch. Lava torch. Ik noem jou gewoon de lava torch. En je hebt vriendjes meegenomen. En we zitten nu, hoor je ook enge muziek. En we zitten nu blijkbaar dieper onder de grond of iets. Ik weet niet waar we op zoek zijn. Ik weet niet de missie. Maar we moeten dus uitzoeken wat er wel aan de hand is. Dat is denk ik wel een beetje het plannetje. En wat krijgen wij? We krijgen een button. Ik dacht dat ik wat hoorde. Ik hoop niet dat er wat achter me aankomt. Ik heb de button ingedrukt. Ik heb de button ingedrukt. En nu komt er zeker wat achter mij aan. Oh shit. Ik hoor muziek. Er zijn 2 deuren geopend nu. 2 deuren zijn geopend. Ik wil daar naartoe, maar dat gaat niet. Want er staat nog een deur. Kan ik die openen, die deur? Nee, we moeten terug, helaas. Dan gaan we de andere deur nemen. Die zit daar rechts, zie je zo. En deze is geopend. Dus hier krijgen we een nieuw puzzeltje. En een jumpscare. Krijgen we een jumpscare? Nee, we krijgen geen jumpscare. Ben je gek? Die hebben we al gehad. En we krijgen niet eentje, want de game houdt van mij. De game maakt mij blij. Het is Minecraft. Minecraft maakt mij gewoon blij. Klaar. Maar ik hoop niet dat we verdwalen, want ik loop ook maar gewoon een plek op. Ik wil niet dat ik word gemindfucked, weet je wat? Dat je heel de tijd rondjes loopt, dat weet je wel, in zo'n dolf. Oké, we komen naar iets nieuws. Wow, dit is mooi. Dit is gaaf, dit is groot. Kunnen we trouwens... Nee, wat? Ik hoor een goal. Is dat een goal? Hallo? Waarom hoor ik een goal hier? Oké. Wel een lever. En die lever gaat ons hopelijk helpen om door deze deur te gaan. Oké. Dat was Herobrine, denk ik. En ik zie... Oh, dit is leuk. We zijn op de zee. Het ziet er trouwens mooi uit. Grafisch ziet het echt indrukwekkend uit. Maar, oké. We zijn dus gepakt door Herobrine. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Oh, wat een vrolijke muziek. Oh, dit was de demo. Oké. Nou, dat was heel spannend en leuk en gaaf gedaan en... Toch wel een soort van Minecraft 3.0 of zo. Het zag gewoon mooi uit. En ja, ik schrok wel af en toe de pletter. En dat was ook denk ik de bedoeling. Ik hoop dat ze wel een volledige versie maken. Want het was best wel spannend. En ik vond het heel gaaf gedaan. Het zat leuk in elkaar. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet gelijk te geven. En dan zien we je volgende keer terug bij misschien een nieuwe game. Doei!